Markten die voorzien zijn van een goed ventilatiesysteem moeten worden opengesteld. De deken der districtscommissarissen Shafiq Ghulaman zegt dat dit alleen kan na overleg met de marktbestuurders, bezoekers en de overheid. Met vooral strikte COVID-19-voorschriften en zware controle bij de afkondiging van de laatste 19 maatregelen is door de regering vastgesteld dat alle markten gesloten moeten blijven. Om te voorkomen dat er allerlei problemen op straat ontstaan, vindt Ghulaman dat markten onder strikte voorwaarden open mogen. De markt langs de highway, zogenoemd highwaymarkt. Je weet, de Martin Luther King was echt een drukke weg. En langs de weg is het een gevaarlijke situatie. Je kan nooit weten wanneer een voertuig controle over de weg verliest en dan rechtstreeks op de man af kan komen. Daarvoor hebben we dan, of althans heb ik dan met alle DC's gesproken, dat men moet kijken naar die ventilatie, naar de ruimte. En als er genoeg ventilatie is, dan moet men dan gewoon kijken dat er een mondkap is en sanitaire en temperatuurmeter. En dat niet te veel mensen in één keer worden toegelaten. Dus er zijn gewoon voorwaarden en regels eraan verbonden en het gaat wel redelijk goed hoor. De burgervader benadrukt dat markten die geen goede ventilatie hebben en voorzien zijn van muren niet open mogen. DC's moeten volgens Ghulaman constant naar mogelijkheden zoeken hoe marktverkopers hun brood kunnen verdienen ondanks de maatregelen. Vooral in zo'n COVID-periode waarin bijna vele mensen hun baan hebben verloren en inkomsten, dan vind ik wel dat wij eigenlijk eerder moeten uitkijken naar modellen, natuurlijk met voorwaarden en regels waaraan men zich moet houden, maar niet dat we iedereen thuis gaan laten blijven en dat men hun producten dan niet ten verkoop kan aanbieden. Want je weet, agrarische producten, die hebben niet zo'n lange dat kan je niet te lang houden. Ja, toch? Dus vruchten en groenten. Dus men moet het sowieso verkopen. En je weet, met die hoge tarieven van alle chemicaliën en al die soort zaken, dan heeft men ook geïnvesteerd. En juist wanneer ze moeten oogsten, dan kunnen ze dat niet ten verkoop brengen. Dus je weet, het werkt een beetje verwarrend. En er gaat ook heel wat geld gepaard. Dus al die zaken zijn aangekaart door agrariërs bij mij, waarbij dan ik het besluit, of ja, althans met alle DC's tezamen heb gesproken om dan die markten toch nog te overwegen ten aanzien van ventilatie, om hun een kans te geven om daar te verkopen. Shafiq Ghulaman, deken der districtscommissarissen. Hij benadrukt dat districtscommissarissen alle misnoegen en problemen vanuit de gemeenschap moeten proberen op te lossen op regionaal niveau.